Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, tenminste vond ik, dat mensen ervaren in stilte wat kunst met je kan doen. En dat kan, natuur draagt daaraan bij. Dus vandaar die combinatie natuur en kunst, vind ik perfect. Glasrijk te Bergen 2020 gaat niet door. Maar de glaskunstfietsroute kan elke dag gefietst worden. Ook in coronatijd. Alleen niet onder de vlag van Glasrijk te Bergen. Ook het collectors item Liberation blijft gewoon te koop. Voorzitter Edward Willems en glaskunstenaar Karin Wijnand vertellen over hun betrokkenheid bij dit evenement en de route. En ze wilden eigenlijk een glaskunstroute realiseren die ondersteunend is aan het kunstevenement Glasrijk te Bergen. Zodat mensen ook door het jaar heen naar deze provincie komen om glaskunst te kunnen bekijken. En toen hebben ze mij benaderd omdat ik eigenlijk al vanaf het eerste uur bij Glasrijk betrokken ben als kunstenares. En dus ook heel veel contacten in de glaswereld had om mensen te enthousiasmeren om hieraan mee te doen. Dus we hebben de handen uit de mouwen gestoken en de koppen bij elkaar gestoken van wat kan wel. Nou, en dat is een evenement organiseren in de buitenlucht. En fietsroute van 50 kilometer en 30 kilometer. En een wandelroutes van 2, 5 en 10 kilometer in en om het dorp te Bergen. Nou, we hebben toen 3 vrijwilligers gevraagd die heel erg goed op de hoogte waren van de mensen die hier in het buitengebied wonen. En we zijn dus eerst echt wekenlang hebben we met z'n vieren door Mander, Vassen, Reutem, Vleringen gefietst om goede locaties uit te zoeken, om contact te maken met de locatiehouders, of ze het überhaupt leuk vonden. En ook waar hun voorkeur naar uitging. Want ja, ze krijgen wel een kunstwerk in hun tuin of op hun grond staan. En dan moeten ze er natuurlijk wel affiniteit mee hebben. Dus we legden dan ook altijd een aantal kunstwerken aan hun voor. Van, vind je dit mooi? Is dit iets voor jullie? En dan heb ik de kunstenaars benaderd om mee te doen. En zo hebben we die route heel langzaam opgebouwd. Want het was natuurlijk toch 50 kilometer die je af moet leggen op het fietsje. En het moet ook wel een beetje passen op de locatie zelf. Het collectors item. Ja, dit jaar is dat, er staat het in het teken van ons thema, de bevrijding. Het is ontworpen in samenwerking met La Cuisine. En dat betreft een bosje bloemen, noem ik het maar. En dat is een blauwe iris, een oranje tulp en een rode roos. Nou, ik denk dat de rode roos vanzelfsprekend is van de liefde. De oranje tulp van ons land, de kleur oranje. En de blauwe iris met een groen steeltje, dat is hoop, doorzettingsvermogen, vertrouwen in de toekomst. En dat is een collectors item gewonnen. Ik hoop dat we volgend jaar het 25-jarig jubileum kunnen vieren en mogen vieren. Ik hoop dat er dan de situatie zo is dat we gewoon kunnen uitpakken zoals alle andere jaren. En dan is de wens dat we het echt groots aanpakken. En dan terugkijken op 25 jaar, maar ook gaan vooruitkijken naar 25 jaar. Want dat is wel de bedoeling en doelstelling dat Glasrijk over 25 jaar nog bestaat. Maar dat we een groot feest willen vieren, ja, daar gaan we wel voor.